Welkom bij deel 3 van de serie Een responsive website maken met Bootstrap. En in deze video ga ik je laten zien hoe je een stukje tekst neerzet met daarnaast een foto van jezelf. Dus ik ga hierboven, boven werk, ga ik een nieuwe regel maken. Ik ga een aantal kolommen links tekst neerzetten. En rechts daarvan ga ik een foto neerzetten van mezelf. Want dit is natuurlijk zogenaamd mijn portfolio website. Nou, ik heb in mijn mapje IMG een foto van mezelf toegevoegd, die heet Rick.jpg. Zorg voor jou ook even dat je een foto van jezelf erin gaat plaatsen of dat je even een testfoto gebruikt. Goed, ik ga een nieuwe rij maken. En die moet hierboven komen. Ik wil namelijk mezelf graag eerst even voorstellen op mijn website. En daarna eigenlijk pas mijn werk laten zien. Dus ik ga deze row weer kopiëren. Plak. Ik noem hem inleiding. Dat zet ik hier ook even weer neer. Zo. En dan ga ik hier... ga ik beginnen met een vakje te maken voor mijn tekst. Ik ga weer pak weer zo'n divje voor het aantal kolommen. Ik wil graag dat mijn tekst, wat zullen we eens doen, hè? We hebben 12, als ik nu eens even kijk, 4 kolommen neem voor mijn foto misschien. Ik wil er graag misschien een kolom tussen, dat is dus 5. Dan ga ik deze, ik denk maar 7 doen dan. Het is een beetje een testje, hè? Dus ik weet niet altijd helemaal uit mijn hoofd precies wat ik ga doen. Dit wordt mijn tekst. Oké, ga ik een paragraaf in plaatsen. Dus dit is de P-tekst. Dus een stukje tekst. Een alinea. Nou, hier ga ik een stukje over mezelf inzetten. Van nou, hallo. Misschien wil je op een nieuwe regel beginnen of zo. Dat doe je met de break. Zo schrijf je een break. Dat is, oftewel is gewoon een enter. Dan kun je op een nieuwe regel beginnen. Ik ben Rick. Dit is mijn website. Leuk dat je mijn website bezoekt. Nou, staat natuurlijk helemaal nergens op. Dit is eigenlijk de plek dus. Hier ga je jezelf voorstellen aan je bezoeker. Oké, eens even bekijken. Nou, hier staat hij dan. Je ziet alweer, komt hij weer. Ik wilde eigenlijk wat ruimte boven hebben. Hoe deed ik dat nou de vorige keer? Hè? Vorige keer deed ik met kopje, laten we eens even kijken, gaf ik kopje wat ruimte aan de bovenkant en aan de onderkant. Eigenlijk heb ik nu al het gevoel, dat wil ik eigenlijk weer gaan doen. Maar dan kom ik er al achter voor mezelf, moet ik dat nu serieus bij elke row, margin aan de boven- en onderkant gaan doen. Als ik toch eigenlijk elke keer dezelfde ruimte wil. Oké, wat doen we? Kijk even goed met me mee. Hè. Dit kopje heeft ook de naam row. Deze heeft ook de naam row. Ik wil eigenlijk allebei gewoon 50 pixel boven en onder. En ik weet, hè, row. Waar was die naam row nou ook alweer voor? Nou, dat was een naam van Bootstrap. Om te zorgen dat het vak de hele breedte in beslag neemt. Maar dat betekent niet dat ik die naam niet kan gebruiken natuurlijk. Dus ik ga in plaats van kopje eigenlijk gewoon even row intypen. Kijken of dat mij aanstaat. Nou, staat me eigenlijk best wel aan. Dus dat laat ik dan maar lekker zo. En wil je daar meer ruimte boven of onder voor je inleiding? Nou, dan doe je dat. Hè? Dat kan natuurlijk. Misschien kun je iets meer doen. Zit allemaal misschien niet zo krap op elkaar. Nou, dat is wel iets beter. Nou, prima toch? Oké. Nou, ik wil graag aan de rechterkant mijn foto hebben. Nou, dus ik ga deze call SM7 kopiëren. Die zet ik hier zo onder. En zo. Want waarom? Ik wil hier wat ruimte tussen. Nou, dit is dus het vakje. Die is dus 7 kolommen breed. Vanaf een tablet, dat is waar SM voor staat. En daar komt mijn tekst in. Dus die is, mijn tekst is 7 kolommen breed. Misschien vraag je je af, waarom moeten we tekst niet een breedte geven? Een alinea is namelijk van zichzelf al, die heeft eigenlijk van zichzelf al de 100% breedte. Dus die hoeven we eigenlijk, daarom stellen we die nooit in eigenlijk. Hier komt,
Hier komt de afbeelding in. Nou, die doen natuurlijk niet 7 breed. Die foto wil ik graag 4 kolommen breed hebben. Daar ga ik dan, nou, dan is de foto aan plaatsen. Nou, zoek ik even een tag op van een afbeelding. Hè, die had ik ook een keertje gemaakt. Dus, plak, daar komt hij dan. Mijn foto heette Rick.jpg. Nou, hier zet ik mijn naam neer, zo. En deze, de klas full size, die was ervoor dat hij dus 4 kolommen breed wordt. Hè? Dat hij zo breed wordt als het vakje waar hij in staat. Nou, dan zie je, hier is dan mijn foto en mijn tekst. Nou, wat je zult zien, ik ga even een wat grotere tekst pakken, want dit... Ik heb nu een heel klein regeltje. Daar gebruik ik de website lipsum.org voor. Het is lorem ipsum. En die gebruiken vormgeven is altijd als je even een dummy tekst wil. Dus een voorbeeld tekst. Die ga ik hier even inplakken. Zodat ik even een voorbeeld krijg van een forse, van een grote alinea. Nou, dan zie ik iets breedte wat ook, zie ik iets beter wat ook die breedte doet van mijn tekst. Ik wil eigenlijk graag namelijk dat deze foto mooi hier zo aansluit. En dan moet ik hier even een balkje overslaan. Want 7 plus 4 is nog niet 12, hè? Dat is 11. Dus ik ga een balkje overslaan bij het vakje van de afbeelding. En het vakje waar de afbeelding in staat, die laat ik 1 kolom overslaan. Heb ik al een keer eerder gedaan, namelijk ook bij mijn home-knop. Dus deze, col-sm-offset 1, kan ik hier plakken. Sorry, bij de foto... En dat betekent dus dat hij 1 kolom overslaat vanaf een tablet. Ja, dat is waar de SM voor staat. Ja, dus vanaf een tablet. Dus ook hier, hè, hij is 4 kolommen breed vanaf een tablet. Dat is waar SM voor staat. Ik ga je even wat laten zien. Wil je dit nu straks anders hebben? Wil je bijvoorbeeld graag op een kleine desktop... heel ander aantal kolommen, dan moet je dus MD pakken. Ja, dan moet je hier apart nog weer neer gaan zetten met MD.